Dit jaar was het een groot succes. De Onze Lieve Vrouwkerk van Heeren zit stampvol voor de zesde uitgave van De Luister van Winkselen. De opbrengst van het dubbelconcert gaat dit jaar naar het verzusteringsfonds Clancy Herend. De bedoeling is om het stadje vlak over de Duitse grens in Tsjechië tijdens een uitwisselingsproject met Herend financieel te steunen. Vorige. Het eerste deel van het concert wordt verzorgd door het Russische gezelschap Skaas. Het kwartet uit Moskou bespeelt twee soorten tokkelinstrumenten, de domra en de balalaika. Hun muziek varieert van traditionele Russische volksmuziek over klassieke muziek tot ragtime.